Deze video gaat over scheve asymptoten. In deze video ga ik je laten zien hoe je een scheve asymptoot kunt berekenen en ik ga dit uitleggen met behulp van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan en de opdracht is: stel de formule op van de asymptote van de functie fx is x² plus 6x plus 5 gedeeld door 2x plus 4. Ik heb even een schets gemaakt van deze functie. Je ziet hier in het blauw de functie lopen. Hij bestaat uit twee van die takken. En je ziet dat er twee asymptoten zijn. Er is een verticale, dat is deze. En er is wat we noemen een scheve asymptoot. En die loopt zo schuin tussen die twee takken door. De opdracht is, stel de formule op van de asymptoten. En we hebben dus een verticale en een scheve. En over die verticale heb ik het in eerdere video's al uitgebreid gehad. Voor een verticale asymptoot moet je de noemer van een breuk gelijkstellen aan 0. Dus we noteren verticale asymptoot. 2x plus 4 is 0, dus we krijgen 2x is min 4. X is gelijk aan min 2. Dat is de verticale asymptoot en hebben we dus de helft van deze vraag al beantwoord. Oké, de scheve asymptoot. Voor het opstellen van de formule van de scheve asymptoot moet ik er eerst voor zorgen dat ik de functie op een andere manier heb geschreven. En om dat te kunnen doen, moet ik deze breuk uitdelen. Dat wil zeggen dat ik die x² plus 6x plus 5 aan de bovenkant daadwerkelijk ga delen door 2x plus 4. En dat delen dat kun je doen met behulp van een staartdeling. Het begrip staartdeling ken je misschien nog wel van de basisschool. Dat is natuurlijk al een hele tijd geleden. Ik ga je zo meteen stap voor stap laten zien hoe je dat kunt doen. Maar als we de scheve asymptoot, als we daarvan de formule willen opstellen, dan moeten we dus die functie eerst even anders schrijven. En daarvoor gaan we dus een staartdeling uitvoeren. Dus we gaan de teller letterlijk delen door de noemer. Dus we noteren dat als volgt. We gaan een staartdeling doen, dus we krijgen 2x plus 4 streep naar rechts x² plus 6x plus 5 en dan een streep naar links. En hier ga ik zo meteen de uitkomst opschrijven van onze deelsom. Nou, wat we ons nu gaan afvragen is, hoe vaak moet ik 2x plus 4 doen om x² te krijgen? Nou, als ik 2x plus 4 vermenigvuldig met een half x, dan krijg ik een half x keer 2x is x². Dus dan heb ik aan de voorwaarden voldaan. Dus we gaan deze met een half x vermenigvuldigen. Dus die half x die schrijf ik hier aan het einde. En als ik 2x plus 4 met een half x vermenigvuldig, dan krijgen we x² plus 2x. En het enige waar ik voor moest zorgen was dat ik een x² kreeg. Het maakt niet zoveel uit wat hier staat, als ik maar een x² heb aan het begin. Nou, nu gaan we dit van elkaar afhalen. We doen min. X² min x² is 0. 6x min 2x is 4x. Dus hier komt de 4x te staan. En 5 min 0 is 5. Plus 5. Nu krijg ik hetzelfde principe, alleen dan is de vraag, met welk getal moet ik dit vermenigvuldigen om 4x te krijgen? Nou, dat is natuurlijk 2, hè, want 2 keer 2x is 4x. Dus we gaan met positief 2 vermenigvuldigen. Dus we schrijven daar plus 2 op. En als ik dit keer 2 doe, dan krijg ik 4x plus 8. Ik moest een 4x hebben. Dat is gelukt, dus het gaat goed. Dus ik zet hier ook weer zo'n streep onder. En we doen min. 4x min 4x is 0. 5 min 8 is min 3. De uitkomst, hetgene wat we overhouden van deze deelsom, is min 3. En de uitkomst van de deling is een half x plus 2. En nu moeten we stoppen met de deelsom. Want we hebben hier als rest, zeg maar, hebben we min 3 staan. Bij min 3 staat eigenlijk een x tot de macht 0. 0 is lager dan de macht van hetgene waar we door delen. En dan weet je dat je moet stoppen. Dus stel je voor dat hier x kwadraat stond. En we hielden hier op een of andere manier 3x over. Dan moest ik ook stoppen. Want hier staat x tot de macht 1. Hier staat een kwadraatje. En zodra deze macht hoger is dan de macht van hetgene wat je daar hebt staan, ben je klaar met het uitvoeren van de deling. Maar goed, dat was niet zo. We hadden gewoon min 3 staan. En hier staat gewoon x tot de macht 1. Dus de uitkomst van onze deling is een half x plus 2. Dat betekent dat we die functie, dus fx is x² plus 6x plus 5 gedeeld door 2x plus 4. Deze functie mogen we dan schrijven als
is gelijk aan de uitkomst van onze deelsom, dus een half x plus 2. Dat hebben we eruit gedeeld, dus dat halen we uit de breuk. En wat hadden we nog over? Nou, min 3 was onze rest, dus je krijgt min en dan 3 gedeeld door 2x plus 4. Want dit hadden we over, dat konden we niet meer delen door 2x plus 4, dus die blijft gewoon zo in die breuk staan. Oké, we hebben onze functie dus omgeschreven naar dit. En nu gaan we die scheve asymptoot ook daadwerkelijk berekenen. En daarvoor moeten we het volgende doen. We nemen van deze breuk, die hier aan de achterkant ziet staan, de limiet voor x gaat naar oneindig en naar min oneindig. En dan ga je zo meteen zien wat er gebeurt. Dus we noteren, limiet x gaat naar oneindig van 3 gedeeld door 2x plus 4. Nou, als ik de limiet neem voor x gaat naar oneindig, dan ga ik deze allemaal delen door de hoogste macht van x. Dus we krijgen is limiet x gaat naar oneindig 3 gedeeld door x gedeeld door 2 plus 4 gedeeld door x. Als x naar oneindig gaat, komt hier 0 uit. Hier krijgen we 2 plus 0. 0 gedeeld door 2 plus 0, daar komt 0 uit. Dus dit is gelijk aan 0. Nu gaan we hetzelfde doen, maar dan met x gaat naar min oneindig. Dus we noteren, limiet x gaat naar min oneindig van diezelfde breuk. Zo, en als ik dat doe, dus ik ga ook eerst weer delen door x, dus dan krijgen we limiet x gaat naar min oneindig van 3 gedeeld door x gedeeld door 2 plus 4 gedeeld door x. Zo. Neem ik de limiet voor x gaat naar min oneindig, dan komt die ook weer uit. Aan de bovenkant 0 en onder krijgen we 2 plus 0. En dat levert ons ook weer 0 op. Oftewel, welke limiet ik ook neem van dit stuk, dat laatste gedeelte, die breuk, daar komt 0 uit. Dan hou ik alleen maar dat eerste stuk over, die half x plus 2. En dat is precies de formule van onze scheve asymptoot. Dus we noteren nu nog even als conclusie. Dus scheve asymptoot I is een half x plus 2. En dat is dus de formule van de scheve asymptoot en die moesten we vinden. Dus wat ga je nou doen als je de formule van een scheve asymptoot wil opstellen? Nou, het eerste wat je doet is die functie dus helemaal uitdelen. Dus je gaat dit met behulp van een staardeling zo klein mogelijk maken. Als je dat gedaan hebt en je hebt zo'n vorm als deze over, dan moet je laten zien dat dat einde, die breuk die je over hebt, daarvan moet de limiet positief oneindig en negatief oneindig altijd 0 worden. Anders heb je namelijk geen scheve asymptoot. Dan hou je dat eerste stukje over en dat eerste stukje is dan de formule van de scheve asymptoot. Oké, het tweede voorbeeld. De opgave is hetzelfde, dus we moeten nog steeds de formule opstellen van de asymptote. Maar de functie is anders. We hebben nu fx is x tot de derde plus 2x kwadraat min 4x min 5 gedeeld door x kwadraat min 4. Ik heb ook nu weer even een schets gemaakt. En je ziet dat we nu twee verticale asymptoten hebben en één scheve asymptoot. En de functie bestaat nu uit drie losse stukjes. Hier eentje, daar eentje en daarboven. En we beginnen net als net weer met de verticale asymptoot. En daarvoor hebben we geleerd dat je de noemer gelijk moet stellen aan 0. Dus we noteren verticale asymptoot x kwadraat min 4 is gelijk aan 0. Nou, dat kunnen we natuurlijk snel oplossen. X kwadraat is 4, dus x is 2 of x is min 2. En dan heb je dus de twee vergelijkingen van de verticale asymptoot gevonden. Oké, nu gaan we de formule opstellen van de scheve asymptoot. En daarvoor gaan we dus eerst weer deze functie omschrijven met behulp van een staardeling. Dus we noteren x kwadraat min 4 en dan na zo'n streep de bovenkant. En dan weer zo'n streep en dan gaan we hier zo meteen onze antwoord schrijven. Nou, het eerste wat we ons moeten afvragen is, ik wil x tot de derde krijgen. Waarmee moet ik dit stukje vermenigvuldigen om x tot de derde te krijgen? Nou, dat is natuurlijk x, want als ik dit met x vermenigvuldig, dan krijg ik hier x tot de derde min 4x. En er zit in ieder geval die x tot de derde erin. Dus de x zetten we hier neer. En dit wordt dan x tot de derde min 4x. Zo.
Je ziet dat ik het een beetje op een bijzondere manier opschrijf, maar zo staan de juiste dingen onder elkaar. En dan gaan we dit van elkaar afhalen. We doen min. Dit wordt 0. 2x kwadraat min niks wordt gewoon 2x kwadraat. Min 4x min min 4x. Min min is plus. Dus daar komt dan ook 0 uit. En we hebben hier min 5. Min 0 wordt gewoon min 5. Oké, we hebben 2x kwadraat min 5. Met welk getal moet ik dit vermenigvuldigen om 2x kwadraat te krijgen? Nou, dat is natuurlijk gewoon met 2. Dus we gaan dit keer 2 doen, dus positief 2. Schrijven we hier op. En dan krijgen we 2x kwadraat min 8. Opnieuw gaan we min doen. Dit wordt 0. Min 5 min min 8. Het wordt min 5 plus 8 en dat is 3. Dus we houden hier een 3 over. Onze functie, deze functie, die verandert dan in fx is gelijk aan x op de derde plus 2x kwadraat min 4x min 5 gedeeld door x kwadraat min 4. En dat wordt dan, is gelijk aan, nou dit stukje halen we eruit. Dus we houden over x plus 2. En het stukje wat nog in de breuk blijft staan, dat is die 3, want ik kan niet meer verder delen. Want bij 3 staat geen x meer, dus ik kan er geen x uitdelen. Dus we krijgen plus 3 gedeeld door x kwadraat min 4. Ik heb mijn functie nu anders geschreven en nu gaan we dus aan de slag met de limieten. Oké, dit is dus de functie geworden en we moeten dus nu voor de limiet x gaat naar oneindig en min oneindig laten zien dat dat laatste gedeelte, die breuk, gelijk is aan 0. Want dan wordt x plus 2 de formule van de asymptoot. Dus we noteren limiet x gaat naar oneindig van 3 gedeeld x kwadraat min 4. En we doen de limiet x gaat naar min oneindig van 3 gedeeld door x kwadraat min 4. En we hebben het net al een beetje uitgewerkt, hè, zo'n limiet. Je mag in principe het antwoord gewoon in één keer opschrijven. Dus je mag in één keer opschrijven, hier komt inderdaad uit 0. En uit die onderkant komt ook 0. Dat is toegestaan bij een proefwerk, PTA of bij het eindexamen. Dus wat mij betreft mag je dat ook gewoon doen. Dus, hieruit volgt, dus, voor de scheve asymptoot weten we dan dat de formule dus wordt het stukje wat we hier overhouden. En dat is x plus 2. Dus we noteren, y is x plus 2. En op deze manier bepaal je dus de formule van een scheve asymptoot. Handig hè, zo'n uitlegvideo. Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.